Als ik het goed begrijp, dan is in Amersfoort het enige ereveld waar Russische soldaten dus liggen, althans Sovjet-soldaten. In feite een verzamelplaats geworden voor in Nederland begraven Sovjet-soldaten en daarmee de enige begraafplaats voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit de Sovjet-Unie, met uitzondering van het Georgisch ereveld. Dat is na de oorlog gevormd, maar daar kwamen dus al die overledenen van alle windstreken eigenlijk naar Amersfoort toe. Nu de relatie naar Margraten, er waren dus ook Russen die in Margraten lagen. Vertel daar eens wat over. Die in Amersfoort is terechtgekomen betreft 691 Sovjet-soldaten, krijgsgevangenen die in Duitsland zijn overleden. In april, mei en begin juni 1945, voornamelijk aan ziekte en door de Amerikanen, het 9e leger, naar Margraten zijn overgebracht. Want de gedachte was dat slachtoffers van de geallieerden niet op vijandelijk grondgebied begraven moesten worden. En zodoende zijn ook Russen naar Margraten overgebracht. Dan worden ze dus begraven in Margraten, worden ze ook geadopteerd, begrijp ik, hè? Klopt. In 1947 zijn alle tijdelijke graven, het was toen nog een tijdelijke begraafplaats, zijn geadopteerd. En zodoende dus ook de Russen. Al is dat natuurlijk maar een hele korte tijd geweest, omdat eind 1947 is begonnen met het overbrengen van de stoffelijke resten van de Russen naar Amersfoort. Mm-hmm. En zodoende is die adoptie van de Russen min of meer vergeten geraakt. Heb ik voor het eerst twee zoons gevonden van een soldaat. En dat was natuurlijk enorm emotioneel. Vooral voor die mensen die na 55 jaar eindelijk hoorden wat er met hun vader was gebeurd. Specifiek doel, bijvoorbeeld ben je nog op zoek naar gegevens die je kunnen helpen bij je verder onderzoek om nog meer mensen te vinden? Ik denk niet dat hier nog echt gegevens liggen, maar wat wel zeer de moeite waard is, zijn de ooggetuigen van toen die nog in leven zijn en die ongetwijfeld wellicht ook iets kunnen vertellen over de tijdelijke graven en de Russen. En daarbij komt dat het natuurlijk interessant zou zijn om te kunnen spreken met mensen die een Russisch graf hebben geadopteerd destijds, of hun familieleden. Achter deze camera zit de bevolking van IJsden en Margraten. En ik weet niet of je gebruik wil maken van de gelegenheid om misschien nog een boodschap over te brengen van Remco Reiding, die vanuit Moskou hier is gekomen in Margraten. Grijp je kans? Nou, ik ben in elk geval blij om de kans te krijgen om ook wat aandacht te kunnen besteden aan de Russen die in Margraten begraven hebben gelegen. Die in Margraten zelf denk ik een klein beetje zijn vergeten. Begrijpelijk, want ze zijn al meer dan 60 jaar niet meer hier. Maar wie zich ook maar wat herinnert over die groep, meld u zich graag bij mij, want dan kan ik die verhalen nog in kaart brengen. En verder, ieder die ook maar informatie wil, kijk op de website russisch-ereveld.nl en ik zal mijn uiterste best doen om iedereen verder te helpen. Hartstikke bedankt. Graag gedaan, dankjewel.